Ben je benieuwd wat er vandaag gebeurde in het leven van de BV's? Kijk dan snel verder naar onze Showbiz Update. Debbie Pfaff vertelt in TV-familie over haar zonen Keanu en Liam. Ondertussen zijn de jongens al 17 en 15 jaar. Debbie krijgt enorm veel complimenten op de looks van haar zonen. Hebben ze ambitie om ook in de modellenwereld te werken? Debbie benadrukt dat die sector zeker niet evident is, maar dat het ook geen slecht idee zou zijn om de jongens in te schrijven bij een modellenbureau. Maar dat moeten ze natuurlijk zelf weten, voegt Debbie eraan toe. De zussen Pfaff zijn dus duidelijk trots op hun kinderen. Ook Kelly zet vandaag haar zoon in de bloemetjes. Kenji Goris wordt vandaag 20 jaar. Happy birthday aan mijn liefste knuffelventje, schrijft ze op Instagram. Ook papa Sam feliciteert zijn zoon. We hebben je allemaal ontzettend lief en zijn heel fier op je. 15 jaar geleden veranderde het leven van Stan van Samang. Toen zong hij samen met zijn collega-acteur Roel van der Stucke de finale van Steracteur, Sterartiest. Stan won toen ook het programma en zijn zangcarrière ging van start. Hij is heel dankbaar voor dat moment en plaatste enkele throwbackfoto's op zijn Instagram. En Bab Bulles is ook heel dankbaar voor haar man Vincent Banic. Het koppel trouwde deze zomer en zijn duidelijk dolverliefd. Nu Bab in het ziekenhuis ligt na een moeilijk herstel van haar nieroperatie, mist ze Vincent. Op Instagram kijkt ze terug op hun mooiste dag. Ze post een filmpje van hun openingsdans. En zo hebben we weer het leukste nieuws van de dag samengevat. Morgen zijn we er opnieuw. Vergeet ons intussen zeker niet te volgen op onze website en op onze app.